Welkom bij Crystal Helder, welkom bij dit bericht. Dit is een bericht voor iemand die het nodig heeft op dit moment. En dit keer gaan we het hebben over de liefde. De algehele energie van de liefde. Dat was snel. We hebben je even terugtrekken. Het is nu de tijd om je even uit de wereld terug te trekken. Dus wat afstand te nemen van de liefde misschien. Religieuze factoren. Je liefdesleven wordt beïnvloed door de religie van je opvoeding en je spirituele pad. Het kan zijn dus dat jij en een persoon niet helemaal op de juiste golflengte zit momenteel. En dan de derde kaart. Dit kan de ware zijn. De partner naar wie je op zoek bent, heb je al ontmoet. Oké. Ja, het kan dus zijn. Dat jullie niet helemaal op dezelfde frequentie zitten momenteel. En het kan letterlijk zijn dat er een bepaald geloof in de weg zit tussen jullie. Of de een bewandelt het spirituele pad en de ander niet. Ook dat kan natuurlijk een storing geven. Dit kan de ware zijn, voelt voor mij als onzekerheid. Ik weet niet of dit de ware is. Oké, wat mag ik hier aan toevoegen? King of Arrows. Aas van Bekers. En de 10 van Munten. De arrows is volgens mij, ja, de zwaarden. Oké. Dus de koning van zwaarden. Dus iets moet realistisch bekeken worden. Hè? Je even terugtrekken. Dus ook realistisch bekijken dat het nu even niet werkt tussen jullie. Ik ga ervan stotteren. Het hapert tussen jullie. De frequentie hapert. Jullie liggen niet op één lijn. En bij religieuze factoren krijg ik de Aas van Bekers. De hand van Spirit. Die de liefdesbeker komt brengen. En de 10 van Munten onder dit kan de ware zijn. Hè? Dus de overvloedkaart. Maar ik voel daar dus een onzekerheid tussen komen. Dat je niet helemaal overtuigd bent dat dit de ware voor jou zou kunnen zijn. En die onzekerheid zou misschien ook wel de invloed kunnen zijn wat die storing geeft tussen jullie. Ik weet niet, als ik naar deze kaart kijk, voelt het voor mij ook als. Er komt een soort van bekroning hier. En dat zie ik dus ook hier terugkomen in deze kaart. De kroon. Ik heb dat nog niet eerder gezien eigenlijk. Het valt me nu pas op. Dus er wordt iets bekroond. Deze liefde wordt bekroond. Alleen, deze liefde wordt dus beïnvloed door een verstoring wat te maken heeft met jouw onzekerheid.
En hier zie ik dus dat de poort open gaat. Het voelt als echt goddelijke begeleiding nu, een soort divine timing. De partner naar wie je op zoek bent, heb je al ontmoet, hè? Dus die persoon, die ken jij al. Maar je twijfelt. Goed, we gaan even met de tarot kijken. Wat mag ik zien bij je even terugtrekken? De doodkaart. Er moet dus daar iets getransformeerd worden. Het kan zijn dat je nu even in een transitieperiode zit. Vandaar dat je jezelf misschien even terugtrekt uit de situatie. Dat je even op adem moet komen. Even tot jezelf moet komen. Even dingen realistisch weer op een rijtje krijgen. Zeven van staven, ja, dat is een beetje die tegenwerking, hè? Jezelf willen verdedigen. Ik heb het gevoel, Spirit zet jou die kroon op van, hè? Het is nu tijd om deze liefde te bekronen, maar jij bent aan het tegenwerken. Het heeft dus te maken met een persoon die jij dus kent, waarvan jij dus niet had verwacht dat dit de ware zou zijn. En vandaar ook die onzekerheid en tegenwerking. Je had misschien een andere persoon in je hoofd. En je hebt je even uit de situatie getrokken, zo van, ik moet dit even op een rijtje krijgen voor mezelf. Ik moet dit echt laten indalen misschien. Ik weet het niet. Maar je hebt tijd nodig. Dat zie ik wel hier. Ik heb gewoon het gevoel dat divine timing er gewoon nu aankomt voor jou. De lovers. Ja, dit kan de ware zijn. Dit is de ware voor jou. Degene waarvan jij denkt van, dit is niet de ware, dat is de ware voor jou. Degene waar jij het meeste mee aan het tegenwerken bent, want ik heb het gevoel dat er misschien meerdere personen in het spel zijn. Vandaar ook misschien de onzekerheid. Waar jij het meeste tegenwerking bij voelt, of de gedachte hebt van, dit kan niet de ware zijn, die is het dus wel. Koning van Zwaarden. Ik voel de hele tijd, deze liefde wordt bekroond. Hè? Dus je ziet ook die engel hier boven hun. Het wordt gewoon bezegeld, lijkt wel. De 9 van crystals. Dat is de 9 van zwaarden. Ja, en als ik dan kijk, hè, naar die kaart, dan wil zij die kristal in haar steken. Iets afsluiten. Echt die dood en wedergeboorte zie ik dus hier ontstaan. Want deze liggen onder elkaar. Dus ze steekt die kristal erin. Dus dan krijg je die 10 van zwaarden eigenlijk. En dan
stijgt daar iets op, lijkt wel. Ja, symbolisch bedoeld, hè, jongens? Niet dat je jezelf moet gaan steken met een kristal. Ja, ik voel een transitie hier. Je moet even dood en opnieuw geboren worden, lijkt wel. Vandaar ook even terugtrekken. Even uit de situatie stappen. Zoals die koning daar ook zit. Alsof hij even in de wolken boven op een berg zit. En dingen vanuit een afstand bekijkt. En dan moet ik denken aan dat andere dek. Van de Leidseers. Daar zit de koning van Zwaarden ook op een berg. Hè? En die kijkt dus ook naar beneden. Op de situatie. Dat zie ik dus hier ook terugkomen. Je heeft ook even rust nodig. Jij hebt rust nodig. Want het kan dus een hele verwarrende periode zijn geweest voor jou. Of misschien nog. En je weet het gewoon even niet meer. Aas van Bekers krijgt de Fool-kaart. Ja, Spirit zegt, het is nu tijd om een nieuw avontuur aan te gaan. Met deze persoon. Dus het kan zo zijn dat de hand van Spirit jou even zo van die klif afgooit. richting die waren. Dat daar iets ontstaat. Het voelt als een bekroning, een samenkomst. De poort gaat open. Het is nu tijd. En je kan tegenwerken wat je wil, maar het is nu tijd. Twee kaarten. De Empress en de Temperance kaart. Twee grote arcane kaarten. Dus ja, bovenop die 10 van munten voelt voor mij, hè, dit is gewoon een grote verschuiving. 1, 2, 3, 4, 5 grote arcane kaarten liggen hier. 5 grote arcane kaarten. Een 10 kaart. En een aas kaart. Dus dat is een grote verschuiving hier. Wat ik al zeg, ik heb het gevoel dat Spirit jou gewoon van die klif afduwt naar die ware persoon toe. En zo, ga daar maar mee dealen nu. Je hebt lang genoeg gewacht met de Temperance. Je bent herrezen met die Empress energie. Je bent herrezen. Je zit in een hoge energie. Dat is ook wat ik voel hier. En het is gewoon tijd. En je ziet ook die twee bekers. Er is balans. Hè? Normaal is het altijd de Temperance kaart. Dat de bekers zo staan. Maar hier staan ze gelijk. Ja, dus er is nu balans. Nu is het tijd voor. Jij bent in balans. Het is nu tijd voor divine timing. Het is nu tijd voor overvloed in de liefde. Oké, we gaan even verdieping opzoeken. Want waarom ben je aan het tegenwerken? Waarom twijfel jij? Waarom is daar onzekerheid? Waarom heb jij tijd nodig? Ik denk dat ik alles wil verklaren hier. De doodkaart. 3 van staven komt daarbij. Dat is wachten tot er iets naar jou toe komt. Ja, wacht tot deze persoon naar jou toe komt. Want jij twijfelt te veel. Jij twijfelt te veel. Dus je hoopt eigenlijk dat deze persoon richting jou komt. Je hoopt eigenlijk dat Spirit jou gewoon van die klif afduwt. Hij zit te wachten op die divine timing. Daar zit je op te wachten. 7 van staven. Nog een keer de 10 van munten. Ja, je kan tegenwerken wat je wil, maar het is hier. Ja, balans.
Lovers, jullie zijn allebei in balans. En misschien weten jullie dat niet van elkaar. Er zit gewoon twijfel en onzekerheid bij jou. Kan je me iets meer vertellen over die onzekerheid? Nog een kaart. Dankjewel. 9 van staven, weer de aas van bekers en de hanged man. Jij ziet iets niet. Je ziet gewoon niet dat het nu tijd is voor jou. Dat je genoeg geleden hebt. Dat je genoeg gestreden hebt voor de liefde. Je hebt jezelf in balans gebracht. En nu is het jouw tijd. En toch is daar onzekerheid. Jij ziet niet dat deze persoon gestuurd is door boven. Dat deze persoon op jouw pad hoort. Dat zie jij niet. Jij ziet niet dat dit een goddelijke connectie is. Jij houdt afstand. Jij trekt je terug van deze connectie. En je wacht eigenlijk op de ander. Maar wat ik nu daarbij dus voel, is dat jij toch die stap moet gaan zetten. Richting de ander. Ja, anders gaat de spirit jou duwen. En ik weet niet of dat een fijne val gaat zijn, hè? Want wanneer spirit interventie pleegt, kunnen dus wel eens moeilijke situaties op de proppen komen. Dus ik heb toch wel sterk het vermoeden gevoel dat jij een stap richting die persoon moet gaan zetten. Want jij bent degene die twijfelt. En je wacht eigenlijk van, ik wil het zien vanuit de andere kant. Hè? Want dan haalt het mijn twijfel weg. Maar wat spirit eigenlijk wil zien van jou, is dat jij vertrouwt en gelooft dat dit de persoon voor jou is. Want als jij nu niet die twijfel aanpakt, de onzekerheid aanpakt, dan ga je dat blijven houden in die connectie. Dan ga je dat meenemen. Dus de stoute schoenen aantrekken, over je onzekerheid heen komen en ja, jezelf kenbaar maken of een gesprek aangaan. Ik weet natuurlijk niet wat de bedoeling is, maar ja, ik denk een gesprek aangaan, denk ik dan, hè? Van ja, hier ben ik en ik ben er klaar voor. Ik weet het niet. Ja, 9 van zwaarden krijgt de 9 van zwaarden. Dus je bent er wel een beetje bang voor. En je zit daar bovenop die berg. Die situatie maar te bekijken en te bekijken en te bekijken. Ik krijg nu Michael in mijn oor ook. Je hebt wat meer moed nodig. Er zit een bepaalde angst hierin. Een onzekerheid. Dubbele bevestiging. En het is net alsof je tijd aan het rekken bent, daar bovenop die berg. En de situatie maar analyseren en bekijken en doen. Maar je zet geen stap vooruit. Ja, en dan komt spirit misschien zo. Ja, ga maar van die klif springen in volle vertrouwen. Ja, maak jezelf vrij, 9 van munten. Maak jezelf vrij hiervan. Maak jezelf vrij van die onzekerheid. Wat ik al zeg, je moet over die drempel heen. Over die drempel heen. En in eenheid komen met deze persoon. 2 van zwaarden. Het niet zien dat jij daar klaar voor bent. En heb je jezelf ook wel wijs gemaakt dat je nog niet klaar bent voor deze persoon. Dat zou ook nog kunnen. Dat je zegt van nou, ik trek me nog even terug. Ik moet nog dingen bekijken. En ze zijn eigenlijk smoesjes. Dat voel ik hier. Het zijn smoesjes, tijdrekken van het
onvermijdelijke. Je weet het wel. Hier zie je de hoge priesteres. Je doet alsof je dom bent. Je weet het wel. Je weet het donders goed. Maar je doet niks. Mag ik dan even kijken wat Spirit gaat doen? Mag ik dat vertellen? Wat gaat Spirit doen als deze persoon niet de stap zet? Nog een keer. De temperskaart. Ja, die stopt het twijfelen. Je krijgt gewoon een duw. Het stopt, de twijfel stopt. Het tijdrekken stopt. En je moet gewoon iets gaan doen nu. En ik mag natuurlijk niet verklappen wat dat is, uiteraard. Want dan ga je misschien weer zitten voorbereiden. Ja, je mag die onzekerheid doorbreken. Dat is eigenlijk de dood en wedergeboorte wat ik hier zie. Kan ik kijken naar wat de bedoeling is dat deze persoon gaat doen? Is dat een gesprek of hoe moet ik dat zien eigenlijk? Ik zeg het allemaal wel zo grappig, maar ja, wat is de bedoeling? Moet je deze persoon benaderen en iets vertellen? Wat moet je doen? Kan ik daar iets over zien? Wat is de bedoeling? Ik heb hier de Dream Thief, de dromendief met refusal of the call. He, dus het weigeren van de oproep. De Caterpillar, opportunity. Dus er komt een mogelijkheid. En de Hollow Bone, teachability. Ik weet niet wat er gebeurt, maar iemand valt. Iemand valt van een klif. Ik heb dus het gevoel dat er een kans op je pad gaat komen. En het is de bedoeling dat je die gaat pakken en niet gaat negeren. Het kan dus zijn dat je door deze persoon opgebeld wordt en dan is het de bedoeling dat je opneemt. Ja, bij deze kaart voel ik eigenlijk ook hè, die toeter van Gabriel. Er komt iets van een oproep. En als ik dan letterlijk de oproep neem, kan het zijn een oproep op je telefoon. Dat je gebeld wordt door deze persoon of een bericht krijgt in ieder geval. En dat je dan echt daarop ingaat. Er komt een kans op jouw pad. De spirit gaat je nog helpen ook. Maar durf jij op te nemen? Dat is de vraag natuurlijk. Durf jij op te nemen? En durf je dan jezelf te openen daarin? Ja, kan ik nog een stapje verder kijken hierin? Wat gebeurt er? Wat moet de persoon doen als hij opneemt? Wat is dan de bedoeling? Ik ga het helemaal stap voor stap voor jullie uitleggen. Ja, connecten. De jeweled web. Dus connectie maken. Verbinden met de ander. En intentionality. Eye of the needle. Door de oog van het naald. Dus de focus hebben, heb ik het gevoel. De focus houden, zeg maar, wanneer deze kans op jouw pad komt.
dat je dat gaat pakken. Want het is nu divine timing. En wanneer je dus dit niet pakt, hou je jezelf dus in een soort van lijden. Ik heb heel duidelijk het gevoel voor sommigen dat jij jezelf hebt wijsgemaakt dat deze persoon niet bij jou past. Of dat jij er nog niet klaar voor bent. Of in die trant. Dat voel ik heel sterk hier. Maar deze persoon zal alles zijn waar jij naar verlangt. Waar jij je wensen in hebt uitgesproken. Maar ja, weet je, soms zijn onze wensvervullingen verpakt in een ander verpakkingsmateriaal, ander cadeaupapier dan je zou verwachten. Maar het is nog steeds je droomwens. Hè? Dus het is nog steeds iemand die jou kan geven waar jij naar verlangt. Alleen het is misschien een andere persoon dan je had verwacht. Ja, dus dan kan daar twijfel komen, onzekerheid komen. Is deze persoon het wel? Ja, deze persoon is het wel. Het is alleen, jij moet over een bepaalde drempel heen. En Spirit komt jou dus een handje helpen met die twee keer aas van bekers. Ja, dus die brengt dus een kans op jouw pad. En die moet je met beide handen aangrijpen. En laat het niet aan je voorbij gaan. De dromendief. Laat het niet aan je voorbij gaan. Want je houdt jezelf dus nog langer in gebrek. Wat eigenlijk onnodig is. Dus je bent onnodig aan het lijden. Oké. Okay. Nou, dit is het bericht. Ik hoop dat ik je de inzichten en inspiratie heb kunnen geven voor de liefde. Ik wens je heel veel liefde toe. Pak deze kans aan. En ja, bedank ik je voor het kijken. Heb je meer ondersteuning nodig bij bepaalde zaken, dan kan je op de titel klikken van deze video. En dan kom je in de beschrijvingsbox terecht waarin de informatie staat. Er staat een link in naar petjeaf.com, waar ik dus de video's voor de leden maak. Als je daar behoefte aan hebt, kan je daar een kijkje nemen. En anders zeg ik doei. En tot de volgende keer.